YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe praatvideo. Ik heb net 3 gamevideo's opgenomen. Maar even tussen de edit dacht ik ineens aan iets dat echt al fucking lang op mijn hart ligt. Dus ik dacht, ik laat het hun gewoon even weten. Zoals jullie allemaal wel weten, is mijn channel vooral een gamekanaal. Ja, maar ik kreeg ineens een geweldig idee. En de pussy was hier. Soms steek ik enorm, maar echt, enorm veel werk in een video en dan denk ik bij mezelf van holy shit, de support op deze video gaat gewoon zijn. En dan edit ik daar echt fucking lang aan. En met fucking bedoel ik zeker 5 à 6 uur. Dan edit ik natuurlijk niet door en skype ik daartussen enorm veel, maar al bij al toch wel 5 uur. Als ik die aan 1 stuk door zou editen, zou dat misschien in 1 of 2 uur geklaard zijn. Maar dus dan edit ik dat en dan denk ik bij mezelf, holy shit, mensen gaan hier gek op zijn. Meestal zijn dat gamevideo's of vlogs. Het probleem is, als ik die video's dan online zet en mensen zien dat er Advanced Warfare of een ander game na de titel staat, dan gaan ze er niet op klikken. Dan negeren ze het gewoon en zeggen ze van, oh, een gamevideo, ha, alia you. En dan denk ik dat mensen het beste van mijn kanaal missen. Want zo'n video zoals nu is super interactief. En ik vind dat leuk, dan praat ik echt tegen jullie, volg ik jullie in de comments en shit. Maar met een gamevideo vertel ik over iets en edit ik erin. En is het zo'n beetje, ja, leuk voor het oog. En die video's zijn snel gedaan. En je kan er gewoon kijken of je kan er gewoon naar luisteren. De video die ik nu doe is een soort van informatievideo. Waar mijn doel gewoon is om jullie iets bij te leren. Om jullie te informeren. En ik vind het raar om te zeggen. Maar op deze video's, op deze krotvideo's. Op die video's waar ik gewoon praat met jullie en geen ruk doe. Op zo'n video's haal ik dikke likes. En ik weet niet hoe dat komt. Het kan zijn dat mensen gewoon niet van gaming houden. En gewoon klikken op deze video's. Of gewoon dat er echt mensen zijn die, ja, die gewoon. Ik weet het niet, die gewoon de titel afknappen. Dus ik wil jullie gewoon even mededelen dat ik heb het een beetje moeilijk met school en met alle dingen. Dus ik heb weinig tijd om echt dagelijks te uploaden. En natuurlijk, de belangrijkste reden waarom ik niet kan uploaden. 1. Ik heb mijn pad niet, dus ik voel mij een beetje onvolledig. En 2. Het chatset stukje van mijn camera om op mijn statief te zetten, ligt ook nog bij Shaquille. Dus mijn camera staat nu heel brekkig. Op mijn statief. Als ik sla op mijn tafel valt hij er waarschijnlijk af. En ik zit op 4 kussens. Omdat ik anders niet hoog genoeg zit. Want ik kan mijn statief niet verdraaien. Dus sowieso komen er fucking veel gamevideo's. Dan heb ik het over Battlefield. Minecraft. Die terugkomt. Ik heb een idee. En ik denk nog niet echt dat er mensen zijn die dit doen. Advanced Warfare. GTA. FIFA. Dying Light op de computer. En natuurlijk livestreams. En dat heb ik jullie al gezegd. Maar bij 5k, bij 5000 subs, komt er een hele speciale video. Eigenlijk gewoon een beetje de 1000 subs video. Maar dan langer, uitgebreider en allemaal vette dingen. Dus jongens, ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze korte video. Vond jij het nou leuk? Ja, doe dat zeker op dat duimpje omhoog. Morgen komt er een vette video waar ik fucking veel aan heb geëdit. Echt. Niet normaal. Dus ik hoop dat jullie het een beetje strak vonden. Ik ben Acid en ik zeg jongens, nog één iets die ik jullie moet zeggen wat echt niet goed is. Ik heb een nieuwe trui gekocht en ik denk dat we met een probleempje zitten. Ik vind hem fucking vet. Niet normaal vet, maar echt. Out of the mind, crazy shit. Huff, dit, dat, alles. Ik wil Skatestar bedanken om deze zo snel op te sturen, want het is echt niet normaal. Je bestelt de ene dag en de andere dag liggen er allemaal dozen in je huis. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ben Acid en ik zeg ja, allee, ajoe. Ja, allee, ajoe.